pillar of support called Triple Value Leader Common Consultants hebben geschreven op het rapport. Gewoon maar doen zo. Mijn naam is Wouter Schepens. Ik ben een partner van het bureau Triple Value Strategy Consulting. We hebben een onderzoek gedaan naar de relatie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen en corporate governance. In dit filmpje willen we u graag een overzicht geven van de redenen waarom dit rapport tot stand is gekomen en de meningen van een aantal van de centrale spelers in dit proces over dit rapport. Ik vind dat het rapport wat Triple Value en Leader Common Consultants hebben geschreven goed rapport. Het rapport heet Geborgd of Verborgen, maatschappelijk verantwoord onderneming en corporate governance. En ze hebben eigenlijk vrij diep zijn ze de Nederlandse samenleving ingedoken en hebben ze gekeken hoe dit onderwerp ligt en hoe het beleefd wordt. Het rapport Geborgd of Verborgen, dat heeft u positief ontvangen. En wat vindt u nou de belangrijkste conclusies die aan dit advies van de commissie Burgmans en het rapport te koppelen zijn? Nee, ik vind eigenlijk de hele kernachtige omschrijving van maatschappelijk verantwoord ondernemen goed. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is fatsoenlijk en netjes ondernemen. Ja. En het moet ook zo ervaren worden Juist. Door de maatschappij. Juist. Dus er zit meteen ook die externe dimensie in. En eigenlijk is het mooie ervan dat jullie heel net omschrijven hoe dat in die code tabaksblad kan. En je ziet dat de code tabaksblad niet alleen voor beursgenoteerde ondernemingen geldt, maar gezien wordt als best practice. Ja. Dus ook veel breder buiten beursgenoteerde ondernemingen wordt toegepast. Yes. Dus ik ben heel blij met dat rapport. Voor dit onderzoek hebben wij een vijftigtal mensen geïnterviewd. Mensen uit het bedrijfsleven, commissarissen, leden van de raden van bestuur. We hebben met wetenschappers gesproken, met vertegenwoordigers van, van de maatschappij, NGO's. Allerlei mensen die een beeld hadden over hoe duurzaamheid en corporate governance aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarnaast hebben wij een onderzoek gedaan. We hebben gekeken naar internationale best practices op de gebieden die hiermee samenhangen. Naar landen als Zuid-Afrika, waar al een code was waar duurzaamheid in zit. Naar Scandinavische landen, naar Engeland enzovoorts. En zo een beeld proberen te krijgen van de situatie in de wereld en de meningen die er leven in de Nederlandse maatschappij. Wat je ziet, het advies betekent in feite dat bedrijven die eigenlijk hun huiswerk goed doen op dit gebied, daar verandert eigenlijk weinig voor. Juist. Nou, maar bedrijven die nog het een en het ander bij te plamuren hebben, om het zo maar te zeggen, die moeten nu een aantal dingen gaan doen. Yes. Maar de voorlopers hebben laten zien dat dat geen onmogelijke opdracht is. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het debat uitgebleven is. Ik denk dat zij die tegen dit soort zaken zijn, die zeggen nou ja, het betekent eigenlijk toch, voor als je je zaak, je huiswerk goed op orde hebt, betekent het eigenlijk niet zoveel verandering. Aan de andere kant, de mensen die misschien meer hadden gewild, bijvoorbeeld wetgeving, die zeggen nou ja, dit is toch eigenlijk al een enorme stap in de goede richting. Dus ik denk dat we net de goede balans gevonden hebben. Een uitdaging voor bedrijven is dat het soms lijkt alsof ze in twee arena's opereren. Aan de ene kant de arena van de kapitaalmarkt, waar ze aandeelhouderswaarde moeten creëren en winstmaximalisatie moet plaatsvinden. En aan de andere kant de meer maatschappelijke arena, waarin zij praten met actiegroepen, personeel en noem maar op. En bedrijven hebben heel veel moeite om die twee arena's samen te brengen, omdat duurzaamheid niet voldoende bij de kernprocessen werd betrokken. En ik denk dat de grote meerwaarde is van het opnemen van duurzaamheid in een code corporate governance, dat duurzaamheid echt komt in de lijn van raden van commissarissen, raden van bestuur en zo ook op een relevante manier de organisatie ingaat van het bedrijf en ook een uitnodiging ontstaat naar de buitenwereld om de dialoog aan te gaan. Dus duurzaamheid in de code corporate governance maakt van de twee verschillende arena's definitief één en dezelfde arena. En dat kan ook niet anders.